In het midden zit een zwart gat dat alles naar zich toezuigt wat ook maar enigszins in de buurt komt. En dat black hole, dat is natuurlijk het Engels. Waarom is Twents een dialect en het Nederlands een taal? De Universiteit van Nederland presenteert taalsocioloog professor Dr. Abram de Zwaan. Er worden op de wereld tegenwoordig zo'n 6000 talen gesproken. Misschien zijn het er 5000, misschien zijn het er 7000. En die talen worden gesproken door groepen die elkaar geen van allen verstaan. Dat is natuurlijk een wonderlijke situatie. En toch valt de mensheid niet uiteen in 6000 onbegrepen groepen, maar zijn er verbindingen tussen al die mensen. En die verbindingen die zijn gelegd door meertaligen. Er zijn altijd mensen die meer dan één taal kennen, en dat zijn dus de mensen die een brug leggen tussen die groepen. Dus de meertaligen zijn volkomen wezenlijk voor het voortbestaan van de mensheid. Maar het interessante is dat die verbindingen zijn helemaal niet lukraak. Integendeel, die vormen een heel geordend, sterk, efficiënt, hiërarchisch systeem. Door de verbindingen die meertaligen tussen de taalgroepen leggen, heb je eigenlijk een soort, ik noem het een galactisch stelsel, een soort uitspansel van talen die om elkaar heen cirkelen. En op het allereerste niveau heb je eigenlijk al meteen 90% van alle talen. En die worden maar gesproken door hooguit 10% van alle mensen. Dat zijn de kleine talen, dat zijn de schriftloze talen, dat zijn dus de talen van het geheugen, waar je je kunt niks opschrijven, je hebt geen harddisk om op te saven, je saveert het op je eigen softdisk, het geheugen. Het zijn talen die vrijwel alles moeten ontberen waaraan je denkt wanneer je aan een moderne taal denkt. Ze hebben geen televisie en geen parlement en geen woordenboeken. Al die dingen zijn er niet. En ze zijn vaak, bevinden zich in nogal kwijnende omstandigheden. Maar heel veel van die mensen leren een andere taal. Wat ze dan tegenwoordig leren is de taal van de politie, van de landbouwconsulent, van de belastingambtenaar. Het is de taal misschien van de stad op een daglopen afstand waar je een baantje kunt vinden en cash, geld kunt verdienen. Het is de taal waar mijn Chimbo mensen hun koffie in verkochten in de stad. Dan hebben ze een zak van die rode bonen mee en dan liepen ze daarmee naar de stad om het te verkopen. En daarvoor moet je al een beetje die centrale taal kennen. Dus hier heb je die noem ze maar perifere taaltjes, hier allemaal. En hier ook die streepjes betekenen dat ze niet geteld zijn. En hier heb je als een soort planeten waarom mandjes draaien, de centrale talen. En de meeste daarvan zijn talen van een staat, zoals het Nederlands. En zegt er zijn er zo'n 200, ongeveer zoveel als leden van de Verenigde Naties. Maar dat zijn nou echt talen waaraan wij denken als je taal zegt. Dus die hebben woordenboeken en die hebben regels. En die worden in het parlement gesproken en op de televisie. En er is een literatuur en er is een geschiedenis en archieven en bibliotheken. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Al die dingen hebben die centrale talen. En dat zijn stevige, dat zijn robuuste talen, want ze worden verdedigd door de overheid, door de staat. Maar als deze mensen een nieuwe taal leren, dan leren ze een supercentrale taal. Een taal waarmee je over hele continenten kunt communiceren. Dus bijvoorbeeld in West-Afrika leren heel veel mensen die Senegalees of Maliën, die leren Frans. Want daarmee kun je het halve continent en bovendien al die, de hele Franse cultuur
kun je bereiken. Dat zijn wereldtalen. Voor de communicatie op lange afstand. En die hebben eigenlijk de functie van zonnen, want daar draai je weer planeetjes omheen. Ik denk dat er 12 of 10 of 13 van die wereldtalen, van die supercentrale talen bestaan. Om te beginnen, en dat is niet toevallig, Europese voormalig koloniale talen. Laten we even kijken. Portugees, Spaans, Frans, Engels. Natuurlijk ook Duits, al heeft zich dat vroeg moeten terugtrekken uit zijn koloniën na 1918. Russisch, trouwens ook een koloniale taal, dat vergeten we wel eens, maar in Oost-Azië zijn ze, Midden-Azië zijn ze het helemaal niet vergeten. En dan krijg je Arabisch en Hindi en Chinees en Japan en Maleis, wat we nu Bahasa Indonesië noemen. En omdat ik het zo'n sympathieke taal vind, Swahili, wat in Oost-Afrika is een Bantu-taal die functioneert als een verkeerstaal tussen al die vele Afrikaanse en veelal Bantu-talen. Dat zijn de zonnen van ons melkwegstelsel. Maar zoals in elk galaxy, in elk melkwegstelsel, in het midden zit een zwart gat dat alles naar zich toezuigt wat ook maar enigszins in de buurt komt. En dat black hole, dat is natuurlijk het Engels. In het midden van het wereldtalenstelsel zit die Engelse taal. Dus die verbindingen van meertaligen, die houden eigenlijk dat hele melkwegstelsel als een soort zwaartekracht bij elkaar. Zouden hier meertaligen zitten? Ik weet het wel zeker. De meeste van u spreken Nederlands, althans weten die indruk heel overtuigend te wekken. Maar ik schat u ook, als ik u zo aankijk, u kent vast ook Engels, behoorlijk mondje Engels. Maar een derde taal. Hoeveel mensen kennen een derde taal? Ja, wat is een taal kennen? Hè? Ja, dat is dat je de krant kan lezen. Goed. Derde taal. Nou, dat is ongeveer een derde. En een vierde taal. Wees niet te bescheiden. Nou, dat zijn er ook nog een tiende. En nou een vijfde taal. Ik kan ook nog een beetje Portugees lezen. Ik ken een handvol talen, maar ik moet zeggen, het zijn allemaal varianten van het West-Indo-Europees. En ik ken niet één taal buiten dat gebied. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vergat ze meteen weer. Nou, meertaligen houden de wereld bij elkaar. Wees u bewust van die grote en belangrijke missie. Je kunt dat heel mooi zien. Als een Arabier of een Japanner elkaar tegenkomen, dan weet je nu al, die spreken Engels. En een Spanjaard met een Swahili-spreker, die spreken Engels. Vraag niet wat voor Engels, maar ze spreken Engels. Komt dat nou omdat het Engels zo vreselijk geschikt is om een wereldtaal te zijn? Als de Verenigde Naties een commissie hadden waarin beslist moest worden welke taal de wereldtaal kan worden, dat zouden ze dan waarschijnlijk wel in het Engels doen, maar dan werd Engels meteen verworpen, want het heeft een volstrekt onmogelijke spelling. Het heeft een nogal moeilijke uitspraak. Het heeft een vrij lastige woordvolgorde. Niet voor Nederlanders, misschien daar is het wat makkelijker voor, maar het is bepaald niet makkelijk. Nee, Engels is, het ligt niet aan de verdiensten van het Engels dat Engels een wereldtaal is. Het ligt een beetje aan de verdiensten en de misdaden van de Engels sprekende dat het een wereldtaal is. Maar English has got all the luck. Telkens als zich een historische ontwikkeling voordoet, dan nauwelijks heeft het Engelse imperium zijn koloniën verloren, of Amerika is weer een wereldmacht en verdraait zich, stom toevallig, maar dan spreken ze ook Engels. En we zullen dat, dus Engels heeft ook een hoop historisch geluk gehad. Er stond ooit een hele mooie kop in de New York Times: Japan learns English while America sleeps, wat letterlijk waar is vanwege het tijdverschil. Maar het geeft ook weer wat een voordeel het is om een natuurlijke Engels, van een Engelse moedertaalspreker te zijn. Terwijl jij niks doet, is de hele wereld Engels aan het leren, met een enorme inspanning.
En jij hoeft helemaal niks te doen. En veel Engelstaligen kennen nou ook nauwelijks een tweede taal. Waarom zouden we? Wij kennen Engels. Zij kennen Engels, jullie ook. Dus het is ook in economische termen uit te drukken een enorm voordeel. Ik gun het ze van harte, maar zo is het. Waarom ben ik zo slordig met mijn getallen? Zo'n stuk of 5000 of 12 of 10 of 13. Dat komt omdat in wezen talen ontelbaar zijn. Daarmee bedoel ik niet dat er ontelbaar veel talen zijn, maar dat je talen niet goed kunt tellen. En dat komt omdat je vaak heel slecht kunt zeggen waar de ene taal begint en de andere ophoudt. Ze gaan in het dagelijks leven vaak ongemerkt in elkaar over. Zodat je, hier kan het Engels en het Nederlands en het Duits zitten of het Fries, dat lijkt allemaal zo'n beetje op elkaar, dat gaat zo'n beetje in elkaar over. Zoals wolken in elkaar overgaan, maar dit is duidelijk een hele andere wolk, dat is Chinees. Dus het is niet zo dat alle talen op elkaar lijken, maar het is heel moeilijk soms om het onderscheid te maken. Dat hangt nog met meer dingen samen, namelijk dat de vraag of talen onderling begrijpelijk zijn niet helemaal een functie is van hoeveel ze op elkaar lijken. Niet helemaal een eigenschap van die taal is. En dat komt voor een deel, laat ik het eerst zo zeggen. Je zegt dat twee wezens tot één soort horen als een mannetje en een vrouwtje vruchtbaar nageslacht hebben. En je kunt zeggen dat twee mensen een taal, dezelfde taal spreken als ze een vruchtbaar gesprek kunnen hebben. Maar dan hangt het toch af van de sociale situatie. Want als de structuur van de situatie heel duidelijk is, hoef je nauwelijks die vreemde taal te kennen. Als u mij met een helikopter dropt, niet al te hoog, op een Mongoolse markt, met de boodschap kom terug met een raap, twee eieren en uiteraard een appel, dan lukt me dat terwijl ik geen woord Mongools spreek, u trouwens ook niet. Want ja, de situatie is volkomen duidelijk, daar ligt die appel, daar liggen die eieren en je wijst ernaar, je krijgt ze en je betaalt wat, je moet wel Mongools geld bij je hebben. Maar stel je voor dat ik een vriendschapsverdrag met de regering van Mongolië moest voorbereiden. Ik zou volstrekt hulpeloos zijn als ik niet heel goed in een gemeenschappelijke taal kon praten en dan werd het nog een probleem. Dus het hangt af van de structurering van de situatie. Het hangt ook af of mensen eigenlijk wel willen communiceren met elkaar, of mensen elkaar wel willen begrijpen. Als je dat graag wil, dan gaat het met handen en voeten. En als je het niet wil, dan gaat het nog niet eens als je bijna dezelfde taal spreekt. Ik heb een mooi voorbeeld. 1990. Joegoslavië valt uit elkaar. In Joegoslavië, zoals u weet, woonden de Kroaten en de Serven. En die spraken dezelfde taal. Servo-Kroatisch. Zoiets als Vlaams en Noord-Nederlands. Toen het Joegoslavische parlement voor het laatst bijeenkwam, op het moment dat iedereen al zich klaarmaakte voor de komende strijd, eisten de Kroaten vertaling uit het Servisch. Alleen maar om te laten zien dat ze niet meer wilden praten met de Serven. Er is nog zo'n sociale context van het onderling begrip. Je moet er handig in zijn. U bent er handig in. U leeft in een wereld waar u voortdurend mensen met andere accenten, andere talen tegenkomt. U bent niet zo verbaasd. U komt er wel uit. Maar als je je hele leven in dezelfde vallei gewoond hebt, en je bent eigenlijk nog nooit een vreemdeling of nauwelijks een vreemdeling tegengekomen, en die gaat opeens raar praten, met een accent of zo, dan weet je niet goed hoe je dat moet oplossen. Dus de handigheid om met vreemde talen en accenten daar iets mee te doen, is een heel belangrijk aspect van het onderling begrip. Ik weet daar een mooi voorbeeld van. Ik was een keer met mijn zusje op een strand in Frankrijk. We liepen daar zo langs de rand van de zee te praten in het Nederlands. En er zit een klein Frans jongetje dat luistert naar ons, draait zich ontsteld naar zijn moeder en zegt: Mais ce sont des grands, ils ne savent même pas parler. Dat zijn grote mensen en ze kunnen nog steeds niet praten. Dus die was voor het eerst werd hij geconfronteerd met het bestaan van vreemde talen. Wat is de conclusie? Er is
een stelsel dat die 6000 taalgroepen waaruit de mensheid bestaat, tezamenhoudt. Dat komt door de meertaligen, dat is een heel efficiënt, sterk gestructureerd, hiërarchisch stelsel. Maar daarin bestaan verschillende niveaus. En hoe hoger je in dat stelsel zit als spreker, hoe beter dat uitkomt. In het volgende college wou ik het hebben over hoe zo'n wereldtalenstelsel zich ontwikkelt, wat de dynamiek van dat stelsel is.